Mijn naam is Meester van der Loef en ik ben ontzettend geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog. Daar probeer ik zoveel mogelijk boeken van te lezen, alle boeken van Churchill gelezen en wat verder aan memoires en zo is. En wat ik zo enig vind en goed ook de laatste tijd is dat er nu die serie is van de NCRV, van de Winds of War. En die is op vrijdagavond en daar kijk ik altijd ademloos naar. En dat vind ik heel goed gedaan, heel goed gespeeld ook door James Mason. En daar kijk ik meestal naar met een vriendje van me. En dan wat heel leuk is, is dat we altijd in het weekend proberen dat dan na te spelen. Dus dan zijn we bijvoorbeeld nu, zijn we op het ogenblik bezig, komt hij zondag, komt hij weer en hebben we de hele zolderetage uitgeruimd en doen we Duinkerken. En daardoor heb ik ook een heleboel soldaatjes van vroeger gewoon, omdat we daar in opgaan als hobby. En dat ze hebben ook boeken over. En dan heb ik deze soldaatjes, die wou ik even laten zien, want het zijn hele mooie Duitse figuurtjes. Die werden gemaakt in de jaren 30 en de jaren 40. En daar heb ik er dus een heleboel van en dat spelen we dus helemaal na, maar heel onschuldig. Maar dan mis er ook nog een boel. En dan heb ik bijvoorbeeld deze heb ik nog, dat is daar heb ik deze ook nog, de generaal. En verschillende. Maar bijvoorbeeld, Hitler is stuk aan de rechterarm. En dan zoeken we eigenlijk contact om met anderen beter het spel te kunnen spelen. Contact met andere verzamelaars. Dat misschien nog iemand een Hitler. En Göring zoeken we nog. Hebben we ook niet zo'n Göring met een porseleinen hoed. Porseleinen hoofd en een Hitler met een cape. En Goebbels hebben we ook niet. Als we die hadden, zouden we in contact willen komen met anderen. Omdat wij vreselijk geïnteresseerd zijn in de Tweede Wereldoorlog. Nou, wij waren even aandacht vragen voor het probleem van de minimumtravestieten. Dat travestieten met een uitkering gewoon geen geld hebben om er een beetje fatsoenlijk uit te zien. Dat je altijd blijft zien dat verklede kerels zijn. Dat is gewoon belachelijk. Ja, ik bedoel, als je Nijpels bent of een Maarten Hart, die verdient een hoop geld, weet je wel, dan kun je verkleden. Wij zouden ook wel eens wat mooi willen, maar dat is voor ons niet weggelegd. Dat kan ik al helemaal niet betalen. Ik bedoel, die pruiken bij elkaar. Het is begonnen met Dustin Hoffman in Tutsi. En dat heeft ons erg gefrustreerd, want toen konden wij niet meer op straat. Zo zien. Ik zou wel eens sieraden willen kopen, kan ik niet kopen. En een mooie jurk kan ik ook niet kopen. Dus daar zouden ze eens wat aan moeten doen. Zouden ze een beetje omhoog moeten trekken. Ja, ik ook wel. Maar dat is voor ons niet. Die platte molières moet je lopen. Voor ons is dat niet. Dan moet het gebeuren. Ik ben Kees van Kooten. Ik ben 43 jaar. En ik ben Wim de Bie en ik ben 45 jaar. Wij wilden graag ook eens iets zeggen zonder pruiken, snorren en brillen op. Dus echt wat wij nou ergens van vinden. Ergens iets van vinden. Meestal zeggen wij, doen wij andere mensen na door ons... Nee, het is niks. Het is. Nee, dat vind jij, stelt je dus voor. Oké. Okay. En dan zeg ik. Ja, en dan zeg jij, dan leg jij het uit. Ja. Ik ben Wim de Bie, 45. En ik ben Kees van Kooten, 43, bijna 44 jaar. En wij willen iets zeggen in deze kast namens onszelf. Want meestal... Stel me eerst voor, en ja. Dan jij, en dan zeg jij in één keer... Oké, okay, laten we het in één keer nu doen, want het wordt echt te lang om zo. Ik ben Kees van Kooten. Ik... Ban, zeg ik. Ban. Oh ja. Meteen weer? Ja. Ik ben Kees van Kooten, ik ben 43 jaar, bijna 44 jaar. En ik ben Wim de Bie, 45 jaar. Jij gaat door. We wilden graag eens iets zeggen, onze mening geven, ergens over, zonder vermomming. Dus zonder altijd een snor voor, een pruik op, of een baard aangeplakt, of een bril op. Dus zo, recht uit ons hart, ergens iets over zeggen. Onze mening geven. Dat kan dus van alles zijn, iets over de actualiteit. Iets dat ons nou echt bezighoudt, beroerd, raakt. Bijvoorbeeld, dat je hebt... Wacht even. Jij hebt toch wel, jij kan toch wel iets zeggen, gewoon rechtstreeks iets waar je kwaad over maakt. Ik weet op het moment niks. Ik ook niet. Dus dan is het beter als jij je eens voorstelt dan ik. Ja. Nou, dat voorstellen hoeft nou niet meer. We gaan gewoon door. Ja. Daarom wil Wim de Bie nu eens rechtstreeks namens zichzelf, zonder snor of baard of pruik, zeggen wat hem op het hart ligt, waar hij zich kwaad over maakt. Wacht even.
pest over in heeft. Ja. Het mag alles zijn. Ga je gang. Ik mag echt alles zeggen wat ik wil. Tuurlijk. Echt, tuurlijk. Mag echt ver gaan. Ja, natuurlijk. Nee, bedoel, het is niet zo dat we met een snor of een baard voor geen mening geven. We geven dan toch eigenlijk ook een mening. Ja, maar verpakt. Ja, het is altijd verpakt. Gewoon namens jezelf. Ja. In één keer, zoals de kinderen het ook doen in de, de kast van achterwerken. Ja. Ik heb voor wat. Ja. Maar daar zou ik eigenlijk iemand voor moeten spelen. Ja, daar heb je het al. Ja, daar heb je het al. Met niks. Stop. Laat mijn snor voor gaan voor plakken. Laat maar een pruik opzetten hoor. Dat je niet. Wilt u ook in de kast? Dat kan niet, want de hospita wil nu geen geloop op de trap meer hebben. Maar u kunt wel thuis voor de spiegel gaan staan of op het toilet gaan zitten en uzelf eens heerlijk de waarheid zeggen.